sommige clubs, ik wil ze natuurlijk niet allemaal over één kamp scheren, maar hoe sommige clubs en makelaars naar voetballers kijken als een beleggingsproduct. Ja, Carrasco, die naar de fameuze topploeg van Dalian Yifan... Ik wou hem niet noemen, maar goed, is, heeft het dan bij deze toch gedaan. ...is getransfereerd. Dat is, als je dat eigenlijk bekijkt vanuit ethisch, vanuit menselijk, vanuit sportoogpunt, is dat onaanvaardbaar. Die jongen, want hij is toch nog een stuk jonger dan ik, die zijn carrière, die gaat daar absoluut niet op vooruit. De sportliefhebber heeft daar niks aan. En het enige doel nu lijkt wel te zijn, op welke manier kunnen we spelers zoveel mogelijk van club doen veranderen, ja, goed, dat we telkens een commissie schrijven. Maar hoe kan je daar als Vlaams parlement iets aan doen? Ja, dat kunnen wij niet op Vlaams niveau. Dat is heel simpel. Daar moeten we geen blaasjes rond wijsmaken. Dat moet op Europees niveau gebeuren. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.